9/11, Bataclan, Charlie Hebdo, Christchurch, terroristische aanslagen. We weten dat er in de toekomst waarschijnlijk nog meer zullen volgen, maar niet wanneer, waar, door wie of waarmee de aanslag wordt gepleegd. Daardoor lijken aanslagen onvoorspelbaar, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Van oorsprong ben ik filmmaker en het viel mij op dat aanslagen van terroristen veel overeenkomsten hebben met scenario's van films. Bij elke film en bij elke aanslag is er sprake van een protagonist, een hoofdrolspeler, die iets wil bereiken en daarvoor een bepaalde tegenstand moet overwinnen. Er is altijd sprake van een context, een locatie, een motivatie en er is sprake van symboliek. Er zijn 12 van dit soort componenten waaruit een scenario kan worden opgebouwd. En een terroristische aanslag kun je op diezelfde manier beschrijven met die 12 scenario-componenten. Hoe kun je deze structuur gebruiken om te voorspellen wat terroristen gaan doen? Van het verleden kun je leren. Maar voor een mens is het veel te complex om historische aanslagen tot in detail te onthouden. Er zijn bovendien veel meer aanslagen geweest dan dat we ons kunnen herinneren. Daarom hebben we van meer dan 200.000 terroristische aanslagen al deze verhaalcomponenten, de hoofdrolspeler, de locatie, het moordwapen en veel meer, beschreven in een scenariomodel. En als je dat doet, dan ontdek je bepaalde patronen. Je ziet als het ware de samenhang tussen de onderdelen van een terroristische aanslag. Het biedt je een kijkje in het hoofd van een terrorist. Of beter gezegd, van meer dan 200.000 terroristen. En daarmee ook in het hoofd van de eerstvolgende terrorist. Door kleine stukjes informatie uit het heden te koppelen aan kennis uit het verleden, kunnen toekomstige aanslagen tot op zekere hoogte worden voorspeld. Laten we nog eens kijken naar de beelden. Er was een explosie die een boom verwoestte. En bij nader onderzoek werd een vreemd stuk koper ontdekt. Eigenlijk wisten we dus twee zaken zeker. De arena waar de explosie plaatsvond, het bos, en een vreemd stuk koper. Dit klinkt als heel weinig informatie, maar daar kun je al best veel mee. Toen we deze elementen in het computermodel invoerden, kwamen verschillende historische scenario's naar boven. Hieruit bleek dat koperen plaatjes worden gebruikt om een bepaald soort bommen mee te maken. En ook dat dit soort bommen voorafgaand aan een aanslag eerst wordt getest. Bijvoorbeeld op bomen in het bos. En we leerden dat de aanslag meestal tussen de 4 en 7 dagen na die test plaatsvond. Een heel ander scenario wees op een bommenfabriek in Syrië die was ontmanteld. Hierbij waren soortgelijke koperen plaatjes gevonden en er was iemand bij betrokken die de Hollander werd genoemd. Uit weer een ander scenario bleek het plan om dit soort bommen in een supermarkt te plaatsen. Uiteindelijk kon uit meer dan 800 historische scenario's een nieuw scenario worden samengesteld waarin een aanslag zou worden gepleegd op een winkelcentrum, mede door iemand die de Hollander werd genoemd. De locatie, het tijdstip, het middel, de mogelijke aanslagpleger en het doel van de aanslag kon tot op zekere hoogte worden bepaald. En dat allemaal gebaseerd op 2 stukjes informatie. De explosie in een bos, waarbij een stuk koper werd gevonden. Door de missende schakels met elkaar te verbinden, kon deze aanslag daadwerkelijk worden voorkomen. Na 11 september 2001 zei de Amerikaanse president dat niemand een aanslag met een passagiersvliegtuig had kunnen voorspellen. Maar Tom Clancy schreef al jaren eerder een boek gebaseerd op vergelijkbare scenariocomponenten. Om het scenariomodel nog beter te laten werken, hebben we daarom ook dit soort fictieve verhalen toegevoegd. En wat blijkt? Verrassend genoeg zijn terroristen helemaal niet zo creatief als dat we denken. Ze laten zich vaak inspireren door aanslagen die eerder zijn gepleegd of die voorkomen in een boek, een film of in een game. Ten slotte hebben we kunstmatige intelligentie aan het scenariomodel toegevoegd. De computer leert hiermee van de verschillende aanslagen uit het verleden en haalt hier zogenaamde kennisregels uit. Een voorbeeld van zo'n kennisregel zou kunnen zijn dat een terroristische organisatie 18% van de aanslagen pleegde op een maandag. Of 9% terwijl het regende. Kunstmatige intelligentie kan duizenden van dit soort kennisregels uit data halen.
En die kennisregels worden gebruikt om weer compleet nieuwe aanslagen samen te stellen. Aanslagen die nooit eerder zijn gebeurd, die ook nooit zijn bedacht door een schrijver of een filmmaker, maar die zijn gemaakt door een computer. En daarmee wordt het voor een terroristische organisatie steeds moeilijker om met iets nieuws te komen. Iets dat ons verrast. De computer als superterrorist, zou je kunnen zeggen.